Ik ben in Heerlen geboren, maar mijn ouders komen uit Dordrecht en Rotterdam vandaan. Ja, de telefoon hier, die stond roodgloeiend. En de telefoon en de dingen van alles. Dat is niet te filmen, ja. Echt. Ja. Zeg nou, die dingen, dat hoeft voor mij niet al, die aandacht. Nee. Nee, dat hoeft echt niet. Nee. Ja, ik ben toch een heilige? Nee, ik bedoel, ja. U mag toch gezien worden? Ja, dat zeggen ze allemaal, ja, daarom maar. Zei de burgemeester net ook, want die belde me net. Oké, de burgemeester die belde? Hij heeft me net gebeld, ja. Een kwartier, 20 minuten geleden, denk ik, ja. En wat zei die? Ja, dat hij het heldhaftig vond en dat hij een diepe buiging deed. Dus ja. Ik zeg het maar, dit is gewoon niet te filmen. Echt. Nee. Toen kwam een meneer binnen en die zei meteen van, dit is een overval, ik wil het geld uit de kassa. En toen heb ik gezegd, om de godverdomme niet, je krijgt geen geld, je moet nu de deur uit. Ja, en toen pakte hij me bij mijn arm en toen wees hij naar de kassa dat ik erin moest. En toen heb ik hem bij zijn nekvel gepakt en toen zijn we op de grond beland. Dat was rond 12:55. Ik was net klaar met de klant en die was naar buiten naar huis. En ik wilde even een boterham gaan eten, dus ik ben even gewoon naar boven gegaan om een boterham te maken. Ja, met dat ik ermee bezig was, komt hij binnen. Toen zei hij van, dit is een overval en ik wil nu het geld uit de kast hebben. Ja, en toen wees hij naar de kassa hier, daar moest ik naartoe gaan. En toen heb ik hem bij zijn nekvel gepakt en toen zijn we op de grond beland. Ik wilde hem zo echt zo en dan hem zo naar buiten wilde ik hem brengen. Ik wil hem zo naar buiten bonjouren. Nee, nee. Van mijn spullen afblijven. Maar stel nou, hij had een mes bij zich of een pistool, wat ik absoluut niet wil. Dan heb ik hier altijd nog hier iets staan waarvoor ik hem mee kan slaan. En dat stond was in handbereik. Dat heb ik ten alle tijden. U bent niet bang aan geweest? Nee, absoluut niet. Nee. Want als ik sowieso de straat op ga, heb ik altijd iets in mijn zak zitten. Altijd. Zonder meer. Ja, nee, echt. Nee, want daar moet ik niks van hebben. Nee, want van mijn spullen blijven ze af. Want toen we op de grond lagen op een gegeven moment, of hij geschrokken was, weet ik niet. Toen zegt hij van, doe me rustig. Bel de politie maar, want ik wil u geen pijn doen, zei hij. En toen is hij daar gaan zitten op de stoel. Toen is hij gaan zitten? Ja, ja. Echt. En wat dacht u toen? Ja, niks. En ik heb de politie gebeld en gezegd van, dat hij moest blijven zitten. Ja, en toen kwam de politie en die heeft me vastgenomen. Bent u angstig geweest? Wat? Nee, ik was alleen witheet. Ja. Ik was alleen witheet. En nog, als er iemand binnenkomt, ik zou hem zo echt. Ik zou hem zo in elkaar timmeren. Ik was echt heel erg kwaad. Ja. Ze hebben van mijn spullen af te blijven. Volgens mij wilde die alleen, of die had aandacht nodig, of hij wilde hulp hebben, of hij wilde weet ik veel wat. Maar dan moet hij niet mij willen overvallen. Want dan is de hel los. Echt, dan word ik kwaad. Ja. Vindt u hem triest? Heeft u toch een beetje leed met die? Nee, absoluut niet. Die mag de grootste straf krijgen die er is. Want die heeft met zijn poten overal vanaf te blijven, ook van de mensen. Klaar. Zonder meer. Kijk, want hier...